Gracias, señor Andrieu. Señor de Mesmaeker. Ja, zoals steeds, collega, staat of valt een goede wetgeving met een goede uitvoering. Uit het verslag blijkt duidelijk dat een betere implementatie, een betere handhaving en monitoring van de bestaande wetgeving in zaken gewasbeschermingsmiddelen nodig is. Ook om te vermijden, zoals al gezegd is, dat uitzonderingsmaatregelen als achterpoortje worden gebruikt. De N-VA-delegatie steunt dit rapport. We ijveren vooral voor een betere benutting van goede landbouwpraktijken, zoals de geïntegreerde plagenbestrijding. We onderschrijven zeker ook de vraag om de transparantie in de procedures te verhogen. Dat kan het vertrouwen alleen maar ten goede komen. Ook de oproep om in te zetten op onderzoek en innovatie, ook in zaken biologische bestrijdingsmiddelen, kan op onze steun rekenen. En tot slot wil ik benadrukken dat we voorstander zijn en blijven van een wetenschappelijk onderbouwd, objectief en evidence-based beleid. Dank u. Gracias, señora Ries. Merci, Monsieur le Président. L'inquiétude des Européens ne cesse de s'amplifier au fil des crises, au fil des renoncements. La saga glyphosate, on l'a dit, avec ce nouveau renouvellement de 5 ans, la crise des œufs contaminés au fil